betekent in de eerste plaats dat we kijken naar het hart, of er geen problemen zijn met het hart van onze renners. We controleren dat zowel met echografie, met EKG, met inspannings-EKG. Een ander luik is eigenlijk dat we de volledige medische voorgeschiedenis een keer in kaart brengen. Een derde luik is de trainingstest, dus de zuivere trainingstest. Dus de zones, de hartslagzones worden eigenlijk bepaald, de wattagezones. Een vierde belangrijke luik is eigenlijk de locomotorische screening. Dus daarmee bedoel ik dat eigenlijk spierevenwichten gecontroleerd worden. Er wordt gekeken hoe de buikspieren zijn. En dat is vooral richting blessurepreventie enerzijds. Maar ook hoe beter en hoe sterker het lichaam van een renner is, hoe beter de prestatie.